Hallo allemaal, mijn naam is Dennis. In deze aflevering wil ik het hebben over de 21 miljoen bitcoin, dat niet helemaal correct is en meer een marketingverhaal. Ik ga jullie wat techniek vertellen over bitcoin en daarmee wil ik een beetje ruimdenkendheid creëren en dat je dat verhaal over schaarste, dat je dat met een korreltje zout neemt. En dat is best wel een interessant verhaal. Ik moest ook weer eventjes terug naar de basics, maar het is wel belangrijk om een goed begrip te krijgen van de bitcoinwereld. Ik kom net terug van hardlopen. Gisteren heeft het behoorlijk geplenst. En daardoor was het een beetje benauwd, maar wel lekker rennen. Ik hoop dat het plensen een beetje doorgaat. Dat is goed voor de diertjes, goed voor de boeren. Wij kunnen het allemaal een beetje gebruiken. Het is te droog geweest. Dus laat maar even komen. We kunnen nog steeds met een t-shirt buiten lopen. Dus helemaal prima zo. Ik zag ook vanochtend het verhaal over inflatie, hoogste ooit. Ik denk wel dat ze het getal in twee delen moeten aanbieden. Eentje met energie en eentje zonder energie. Er zijn mensen die er wat minder afhankelijk van zijn en krijgen ze een beter beeld. Ik doe liever zelf mijn onderzoek, want dan kan ik echt beter mijn budget voor het komende jaar inrichten. In plaats van dat soort gegoochelde getalletjes te gaan interpreteren. Dus dit wilde ik even kwijt als intro. Ook Ethereum zie je behoorlijk stijgen. Die merge komt er natuurlijk aan en ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik denk niet dat er echt ineens een superstorm komt op Ethereum. Het is net zoals bij een halving. Dan ineens is die halving van Bitcoin daar en dan ja, leven gaat weer door. En sowieso als de cryptomarkt een beetje plat is, zul je er niet veel merken. Nu zie je gewoon wat aanloop dat mensen een gokje willen wagen van misschien stijgt het toch wel. Dus pas daarmee op. Het kan best wel eens zijn dat na die merge het in elkaar kukelt. Dus, maar wel interessante tijden op dat gebied. Oké, Bitcoin, 21 miljoen. Dat verhaal hebben jullie vaak gehoord. In het jaar 2140 heb je dit maximum aantal Bitcoin. Maar wat iedereen vergeet is dat één Bitcoin bestaat uit 100 miljoen deeltjes. Die zijn Satoshi genoemd. En die Satoshis, dat is waar de techniek mee werkt. Dat is hoe de fees worden berekend, hoe het op de ledger staat. Alles is in Satoshis. En zo zouden wij eigenlijk ook moeten denken. Die bitcoin, het getal van ik heb één bitcoin, dat is puur een verhaal van waar staat het kommaatje en waar staat het puntje. Dat is onze vertaling, onze interpretatie. Maar we moeten eigenlijk in Satoshi denken. En moet je eens opletten. Ik neem die 100 miljoen Satoshis voor één bitcoin. En die vermenigvuldig ik keer 21 miljoen. Dus het maximum aantal bitcoin dat er in het jaar 2140 is. Nu zitten we op rond de 19 miljoen. Als je dat vermenigvuldigt, kom ik uit op 2,1 maal 10 tot de macht 15. Dat is behoorlijk heftig. Als je wil weten hoeveel dat ongeveer moet vertegenwoordigen, dat getal van 2,1 maal 10 tot de macht 15 deel ik even door een miljard. En dan kom ik op 2100. Dus het is 2100 miljard. En dat is behoorlijk veel. En dat is dus eigenlijk het aantal Satoshi dat daar buiten kan circuleren en wat ieder persoon zou kunnen bezitten. Dat is wat op de ledger verdeeld kan worden. En zo moet je er eigenlijk naar kijken. Niet naar die 21 miljoen van ik heb één bitcoin. Straks naar de buitenwereld toe is dat leuk. Maar Satoshi moet je denken. Bitcoins, hè? Ja. Bitcoin, man. Bitcoins, ja. De bitcoins. Er komt een dag dat de bitcoins woem, weg zijn. Ja. Even weer terug naar die 2,1 maal 10 tot de macht 15. Als ik dat zou delen door 8 miljard mensen, want zoveel hebben we er straks, dan kom ik uit per persoon op de wereld op 262.500 Satoshi per persoon op deze planeet. En als je met de huidige koers kijkt naar, stel $20.000, dan heb je 10.000 Satoshi om $2 te maken. Dus dat is het aantal bitcoin dat je zou kunnen verdelen over het aantal mensen op deze planeet. Satoshi's dus, ik zei bitcoin, maar het is dus Satoshi. En zo moet je dus een beetje gaan kijken. Zeker als bitcoin in waarde gaat stijgen. Kijk, we hebben vorig jaar, laten we zeggen, meer dan $60.000 aangetikt. Maar misschien wordt het straks een ton of misschien een miljoen. Dat is onze hoop natuurlijk voor de bitcoin hodlers. Maar als je een miljoen bitcoin, als je een miljoen voor een bitcoin hebt, ja, dan wordt het toch wel erg achter de komma als je een Mars wil kopen. Dan wordt het 0,00001 bitcoin om een Mars te kopen. Dus dan is Satoshi beter. En dus met de huidige prijs, 10.000 Satoshi, $2, ja, dat maakt het wat makkelijker. Dus hoe hoger de prijs
van de bitcoin, hoe beter het is om in Satoshi te gaan rekenen. En bij sommige exchanges kun je al kiezen, wat wil je zien op je scherm? Wil je het in Satoshi zien, of bitcoin, of mini bitcoin? Bijvoorbeeld bij de Ledger, die software, Ledger Live die erbij zit, kun je dat al selecteren. Een aantal exchanges ook. En dat maakt het allemaal wat makkelijker voor de toekomst. Dus dit is een beetje mijn verhaal. Die 21 miljoen is puur een marketingverhaal. En daar moet je eventjes doorheen kijken. Er zijn er veel meer daarbuiten. En zeker als de koers gaat stijgen, zullen we daarin gaan handelen en gaan rekenen. Dus hier wilde ik het een beetje bij laten. Het was even weer een leerverhaaltje. En ik kan jullie dan alleen maar weer veel wijsheid en gezondheid wensen. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Doei doei.